Hallo, wat leuk dat je er weer bent voor een nieuw filmpje. In dit filmpje heb ik een heel leuk kaartje. Ik ga heel eventjes spieken in mijn aantekeningen. Dit is een kaartje van Julie Davidson. Ze noemen het een wiperkaart. Deze kaart, als je hem dan... je vouwt hem zeg maar zo plat. En als je hem dan openvouwt en helemaal openvouwt, dan komt er wel een dingetje uit. Dat is dus het wiper gedeelte. Daarom noemen ze het een wiper kaart. En ik vond het zo'n leuk kaartje. En ik heb dit soort kaartjes al zo vaak voorbij zien komen. Ik denk, ja, nou moet ik er ook een keertje aan geloven. Ik vind het een super gave set. Het is met de Well Done set. Deze. Zoals jullie op de lijstjes hebben kunnen zien van alle producten die meegaan. Deze gaat mee naar de nieuwe catalogus. En de nieuwe catalogus. Ik heb de nieuwe catalogus binnen. Ik ga hem even pakken. Be right back. Nou, dat ik dat nou gewoon kon vergeten. Kijk, de nieuwe catalogus. Nou ja, ik mag hem nog niet open doen, want hij is nog niet uit. Maar ja, ik mag hem wel zo aan de voorkant laten zien. Ik heb mijn pre-order inmiddels gedaan. Waaronder alle nieuwe inkollers. Zijn super gaaf deze keer. Ik vind het wel heel jammer dat... zoals de Pretty Peacock ben ik helemaal fan van. En die gaat eruit. Dus daarom had ik bedacht om ook daar dus nog nu een keer een projectje mee te maken. Maar goed, mijn pre-order als die binnen is. Ja, het paasweekend zit ertussen. Dus dat wordt waarschijnlijk ergens halverwege volgende week. Zodra mijn bestelling binnen is, ga ik gewoon eventjes een unboxing video maken. Van alle mooie productjes die daar dan bij zitten. Nou, deze leg ik voor nu even aan de kant. En we gaan weer terug naar de wiperkaart. Met deze prachtige bundel. Eigenlijk is het, nu is het nog een suite. Want er zit ook designpapier bij. Namelijk dit leuke 6 inch designpapier. Als je dit nog zou willen hebben, dan kun je dat deze maand nog bestellen. Wees er wel snel bij, want ja, op is op. Want papier gaat nooit mee naar de nieuwe catalogus. En dus als je het papier nog zou willen, dan moet je daar snel bij zijn. Dan moet je dat in ieder geval deze maand nog bestellen. Super gaaf papier. Ik heb van alles gebruikt. Ik heb voor deze kaart die we vandaag gaan maken, heb ik hiervan een stukje gebruikt. En die van vandaag heb ik deze gebruikt. En volgens mij voor de kaart die ik had gemaakt, had ik deze. Nou, super leuk allemaal. Dit ga ik aan de kant leggen, want dan gaan we maar eens beginnen. Dit mag weg. Dus nogmaals, de wiperkaart. Deze, zoals je hem hier ziet, deze heb ik gemaakt in inch. Julie Davidson is een, volgens mij een Amerikaanse demonstratrice. En zij knutselt dus in inch. Dus ik dacht, laat ik hem eerst eens gewoon in inch maken. En dan even kijken wat ik precies allemaal om moet rekenen. En want deze kaart die is ook heel onvoordelig voor ons. Voor je papier is het onvoordelig, want deze basis die is namelijk 13,9 breed. Daar zou die bij ons dus 14,5 zijn. Dat maakt op zich niet uit, want dat is de lengte van je kaartkarton. Maar hij is ook 10,8 hoog. Nou ja, dat is dus wel onvoordelig. Want dan kun je dus uit één vel A4 kun je er geen twee halen. Bij ons is die 10,5, dat is precies de helft. Dus ik heb voor de kaart die we nu gaan maken, waar jullie de afmetingen van krijgen, die heb ik gewoon omgerekend naar centimeter. Dus die wordt geen 10,8 keer 13, wat zei ik, 9. Maar die wordt 14,5 keer 10,5. Nou, laten we daar dan ook maar mee gaan beginnen. Ik heb alles al voorbereid. Alles wat je nodig hebt om deze kaart te maken. We beginnen eventjes met de basis. En dan ga ik eventjes mijn spiekbriefje erbij pakken. Ik heb ervoor gekozen om Pretty Peacock kaartkarton te gebruiken. Deze inkoller gaat eruit. Ik vind het super mooi papier. Er bestaat een beetje, discussie is misschien een groot woord. Maar over of dit nou blauw is of groen. Ik vind dit blauw. Maar geef hieronder vooral eventjes jouw mening. Vind jij Pretty Peacock, vind jij het een blauw tint of een groen tint? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Goed, dit projectje heeft
Even zien. Dit is je kaartbasis. Deze heeft een afmeting van 10,5 keer 23,5 centimeter. En dan is die gereeld op 4,5 en op 9 centimeter. Nou, die zullen we ook gelijk eventjes gaan vouwen. Als ik mijn vouwbeen hier kan vinden. Ja. Nou, dan is het... Die rillijnen, die heb je aan de rechterkant. Even verstevigen. En deze, die vouw je weer zo terug eroverheen naar buiten. Kijk, dus dat is het eerste gedeelte, hè, wat je dan straks zo uit kan trekken. Dan hebben we een strook. Deze strook heeft een afmeting van 5 centimeter... keer 23,5 centimeter. Hij is dus net zo lang als je basis. Maar dan is die 5 centimeter hoog. Ook deze is op 4,5 centimeter en 9 centimeter gereeld. Alleen bij deze hou je dat dan aan de linkerkant. Dus hier vouwen we de eerste ook weer zo eroverheen. En lijn hem eventjes uit met je kaartkarton. Dat hij mooi in het midden zit. En dan ook deze flap er weer zo overheen. Nou, ik weet niet, hier is volgens mij met rillen iets niet helemaal goed gegaan. Een beetje, misschien dat ik hier niet netjes in de trimmer had liggen of zo. Maar goed, dat is zo opgelost. Nou, dan deze. Deze komt hier dan strakjes zo bovenop, andersom. Dan heb je dus zo die, dit mechanisme. Wat hebben we dan? We gaan ook eventjes nu vast het een en ander opplakken. Even kijken hoor, dit mag straks. Kijk, ik heb voor het achterpaneel deze. Heb ik deze. Ik heb hem, ik dacht dat ik hem wat kleiner had gesneden, maar dat heb ik dus niet. Deze moet een afmeting hebben van, als het goed is, is dit 14,5 bij 10,5. Dus die moet je dan snijden op 14 keer 10 centimeter. Nou, dat heb ik dus niet gedaan. Dat klopt ook wel. Nou, ik me dat zo bedenk, heb ik hem afgesneden op 14,5. Dus, nou is die 14 keer 10. Volgens mij heb ik hem ook op 10,5 gesneden. Ik heb hem op 10. Nee. Nou. Ik had dit vanmorgen. Ik was wakker en ik was koffie aan het zetten. Ik denk, oh, laat ik vast mijn projectje gaan voorbereiden. Dus ik was voor de koffie heb ik dit allemaal op maat gesneden. Dus in mijn verdediging. Ik had nog geen koffie op. Nou, goed. Dit stukje designpapier snij je dus op 10 keer 14 centimeter. En die gaan we dan ook gelijk eventjes hier inpakken, nu we toch bezig zijn. Toen de vorige jaarcatalogus uitkwam, waar dus dit allemaal in staat, was deze Well Done Suite. Die was ook een van de eerste die ik eigenlijk besteld heb. Want ik vond hem zo lekker kleurrijk, lekker zo'n onderwaterwereld. Ik was fan. Maar ja, ik heb er een paar keer een shakerkaart mee gemaakt. Met van die dingetjes erin die dan heen en weer bewegen als je schudt. Maar verder heb ik er ook eigenlijk niet zo heel veel mee gedaan. Dus ik dacht, nou, Julie Davidson die heeft ook precies dezelfde kaart. Ik heb hem echt exact van haar nagemaakt. Want ja, ik vond hem gewoon zo gaaf. Vooral ook zometeen dat cirkeltje met die gestempelde tekst en dat zeewier. Ja, ik vond het, ja, de kleurstelling vond ik gewoon zo gaaf. Even kijken, dan hebben we dit. Dan hebben we deze twee stukjes. Deze komt straks hier zo. Maar dan gaan we eerst zometeen het een en ander in elkaar plakken. Dus we beginnen eventjes met dit kleine stukje. Die komt hier. Dit kleine stukje, nou ja, eigenlijk heb ik eerst één strook gesneden van 4 centimeter breed. Dit is van dat 6 inch designpapier, dus het is 15,2 centimeter bij 15,2 centimeter. Dus ik heb een strook gesneden van 4 centimeter breed en dan heb ik dus één stukje afgesneden op 10 centimeter, dat is deze, en een stukje afgesneden op 4,5 centimeter, dat is dus die. Dan heb je, nou ja, precies gelijk,
ja, je hebt maar één strook nodig. En zo snij je dus je papier ook het meest voordelig. Even kijken hoe dit zo... Ja, zo is het rechtop. Ook altijd wel handig om eventjes te bekijken. Nou zit dit zo ver uit elkaar, dat zul je straks waarschijnlijk niet eens meer terug gaan zien. Dat die ondersteboven zou zitten. Zo. En dan vind ik het makkelijkst om deze eerst eventjes hier op te plakken. Want dan kunnen we weer verder dingetjes gaan opplakken. Dus wat ik dus doe, ik leg hem eventjes hier zo ondersteboven leg ik hem hier aan. Zodat ik kan zien zeg maar, waar de lijn moet komen. Nou, je gaat hem hier opplakken. Dus op dat bovenste stukje. Dus tot aan die eerste rillijn. Daar doe je hier je lijn. Net ervoor natuurlijk, want je wil niet dat het er overheen komt. Ik kies ervoor om dit met Tombow op te plakken. Je kan natuurlijk ook kiezen voor Tear and Tape of Seal. Het is maar net wat je zelf het fijnst vindt. Nou, en dan is het mooi hier in het hoekje uitlijnen. En ik leg hem aan de onderkant ook eventjes gelijk met de rest van de kaartbasis. Zodat je zeker weet dat je, nou ja, als je hier straks dat andere flapje op moet plakken, dat hij ook mooi uitkomt. Dus zoals je ziet, hij ligt hier nou mooi precies zo recht. Dus die. Dan kunnen we deze opplakken. Deze die komt namelijk hier bovenop. En dan zie je dus niet zo goed dat je hier dan die, ja, die overgang hebt. Dus daar had zij heel goed over nagedacht, Julie. Julie heeft vaak hele leuke projectjes. Ik volg haar ook op YouTube. Dus ja, mocht je Engelstalige filmpjes geen probleem vinden, zou ik haar zeker even opzoeken. Ze heeft altijd best wel hele leuke projectjes. En goed, ze knutselt dan wel in inch. Dat, nou ja, dat moet je liggen. Ja, kijk, als je een trimmer hebt van Stamping Up, dan is dat natuurlijk allemaal geen probleem. En er zullen ook vast wel andere merken zijn die... ja, die inches vermelden op hun trimmer. Dus ja, dat moet allemaal geen probleem zijn. Nou, dan zijn we al een aardig eindje. Dan heb ik hier nog een strookje Granny Apple Green kaartkarton. Voor het knaleffect. Deze heeft een afmeting van 2,5 centimeter keer 13,5 centimeter. En dan heb ik het er een klein stukje uitgeponst. Met de bannerpons. Deze is dat. Deze gaat eruit. Mocht je deze nog willen bestellen, doe dat dan snel. Want ja, vanaf begin mei is deze dus niet meer te bestellen. Het is ook zolang de voorraad strekt. Dus ja, mocht die halverwege deze maand op zijn, dan komt die dus ook niet meer terug. Wat heb ik nou gedaan? Ik vind het altijd makkelijk om mijn papiertje erin te steken en dan aan de achterkant eventjes te kijken. En ik heb bij deze, ik heb hem er niet helemaal ingedrukt en dan geponst. Want dan verlies je echt wel centimeters van je ja, stukje kaartkarton. Dus ik leg hem er zo in dat de hoekjes aan de bovenkant, zeg maar, de hoekjes van het kaartkarton, dat die er net, dat die net zichtbaar zijn en dan pons ik. Dan, ja, dan heb je mooi het puntje. Waar zijn jullie hier? Dan heb je mooi zo dat hapje eruit. En ja, heb je zo min mogelijk verlies van je kaartkarton. Deze gaat weer aan de kant. Nou, en deze die komt dan hier zo. Ik plak hem gelijk hier zo aan het designpapier. Met een beetje Tombow lijm ook weer. Ja, ik heb nog getwijfeld, want het is natuurlijk morgen Pasen. Morgen is de eerste paasdag. Ik heb nog getwijfeld of ik een paasprojectje zou maken. En goed, ik denk ja, weet je, het is dan toch te laat voor jullie om daar nog iets mee te doen. Stel dat je, nou ja, op bezoek gaat bij familie of nou ja, mensen ontvangt thuis. Of ja, dan is het eigenlijk al te laat om dan nog voor een aantal mensen een projectje te maken waarschijnlijk. Dus ik dacht, laat ik gewoon ja, doen waar ik nog zelf nog graag mee wil werken. Ik bedoel, ja, daar heb ik nu nog een maandje de tijd voor. Dus ja, en zoals ik al zei, ik ben dus fan van Pretty Peacock kaartkarton. Wat er dus uitgaat. Dus vandaar
dat ik dit heb gebruikt. Nou, dan zijn we eindelijk toe aan die mooie gestempelde cirkel. Even kijken, ik heb dat hier nog liggen. Ik heb namelijk uit de Stitched Shapes Dies, dat zijn deze, heb ik de grootste cirkel gepakt en daar heb ik een stukje Whisper White uitgestanst. Volgens mij gaan deze er ook uit, deze stansen. Dus als je die nog zou willen, bestel ze. Ik heb namelijk, je hebt ook met alleen maar cirkels, alleen maar vierkantjes, alleen maar ovalen. Nou, die heb ik allemaal. De rechthoeken heb je nog, driehoeken. Maar de ovalen, die heb ik nog niet. En nou ja, dat zal waarschijnlijk ook niet meer gaan gebeuren, want die zijn al niet meer te bestellen. Dus nou ja, goed, dat is jammer voor mij. Maar ja, goed, de cirkels die blijven, geloof ik. De vierkanten gaan eruit. De rechthoeken die blijven, de driehoeken die blijven. Dus het is, ja, mocht je nog rechthoekjes willen, dan, of vierkantjes willen. Dat is die andere set, dat zijn dan allemaal vierkanten, zowel rechte als geschulpte. Die gaat eruit en deze. Dit zijn allemaal met zo'n stikrandje. Deze gaan er ook uit. Dus als je die nog wil hebben, bestel ze alsjeblieft voordat je misgaat. Dus dat. Even kijken. Deze die ga ik opplakken met Dimensionals. En dan ben ik vergeten om een nieuw velletje grote Dimensionals te pakken. Maar ja, deze is inmiddels zover opgebruikt dat ik hier ook de zijkanten van kan gebruiken. Dus dan knip ik altijd gewoon even zo een stukje van de zijkant. En dan kijk ik eventjes waar die komt. Kijk, want als je de kaart rechtop zet. Nou ja, ik vind het wel mooi als je dan ook echt wel een stuk van hier van de zijkant nog ziet. Dus dan doe ik het rechte stukje, plak ik dan hier zo aan de zijkant. En dan aan de onderkant het andere stuk. Zo. Dan moet het goed gaan, zonder dat je nou ja, je mechanisme zeg maar, aan je kaartbasis vastplakt. Eens even zien. Even recht. Ja. En dan kun je aan de achterkant even kijken. Nou, die dimensionals zijn er dus niet voorbij gekomen, dus dat is prima. Want anders plak je dit dus hier aan vast en dan kan die niet meer flappen. Dat willen we natuurlijk niet. Nou, dan zijn we nu toegekomen aan echt dat wiper gedeelte. Hè, dat die echt zo tevoorschijn springt. En daarvoor hebben we eigenlijk maar drie dingetjes nodig. Ik heb met de stempelset in Pretty Peacock heb ik de walvis gestempeld. En bij de set zit de pons die ik heb laten zien. En heb ik hem met de pons heb ik hem uitgeponst. Dus dat is deze. Dan hebben we een stukje acetaat. Zeg ik dat goed? Ja, window sheet noemen ze het ook wel. Een stukje acetaatpapier van dat doorzichtige papier. Of papier, ja, het is eigenlijk meer plastic. Dit heeft een afmeting van, hij is 1,3 centimeter breed en hij is 5 centimeter lang. Dus die hebben we. En we hebben hier een stukje kaartkarton. Ik heb ervoor gekozen om het in dezelfde kleurste basis te doen, zodat dat straks zo min mogelijk opvalt. En deze heeft een afmeting van 2,5 centimeter keer 4,7 centimeter. Hij komt hier straks boven zo op dat strookje. En ja, hij moet ietsjes onder. Ja, hij moet niet helemaal tegen de rand aan. Dus je moet voldoende ruimte hebben dat je hem ja, ertussen kan zetten. Dat hij niet aan de boven- of aan de onderkant zichtbaar is. Dus die. Nou, dan gaan we beginnen met dit stukje te vouwen. En die gaan we zo vouwen. We vouwen deze zijkant gelijk met deze bovenkant. Dus dan maak je zo zo'n driehoekje. En het is altijd even een uitdaging om dan zo'n puntje mooi gevouwen te krijgen. Nee, als het niet heel netjes is, is op zich niet erg. Want je gaat het aan de voorkant van de kaart niet meer terugzien. Kijk zo. Ik verstevig hem eventjes met mijn vouwbeen. Een mooie scherpe vouw. Zo. En dan leggen we de kaart eventjes zo open. Dus je vouwt eigenlijk ja, die flap die hier nog los zit, die vouw je eventjes open. Zodat je dit stukje voor je hebt. En dan gaat het vooral zeg maar eventjes hierom. Nou, wat gaan we dan doen?
Dan, even zien hoor, Julie die deed dat ook met, die deed dat met glue dotjes. Nou, ik vind het makkelijk om dit driehoekje met lijm vast te plakken. Dus je doet, je zorgt zeg maar dat je het driehoekje zo open kan vouwen. Dus dat hij naar je toe open kan vouwen. En dan leg je hem hier bovenaan. Met een heel klein beetje ruimte, zodat je hem er niet boven voorbij ziet komen. Leg je hem... Oh, die kat. Hou eens op. Wat doe je nou allemaal? Sorry hoor, dat, die moet soms een beetje aandacht hebben. Je legt hem zo neer dat... dit is de tweede rillijn. En ik kon dat in haar filmpje dus niet zo heel goed zien. Dus ik zal proberen om het jullie iets duidelijker te maken. De punt van mijn boomfolder, daar zit dus die rillijn. En dan leg je dus dit dingetje leg je zo neer dat, dat je aan de bovenkant een klein beetje ruimte over hebt. Ik zal eens even kijken of... Oh, dat was het verkeerde knopje. Volgens mij viel ik half weg. Ik zal het even opnieuw zeggen. Ik zal even kijken of ik wat kan inzoomen. En dan zal ik op het goede knopje drukken. Ja, kijk, zo kunnen jullie het denk ik wel zien. En dan is het, nou ja, dit flapje, je legt hem aan de bovenkant, leg je hem dus zo neer dat hij er niet voorbij komt. En je legt dan die vouw, die van hier het puntje naar boven gaat, die leg je net iets voorbij die rillijn. Nou, volgens mij met het zonnetje kunnen jullie dat net zo zien. Dus bij mij ligt hij hier dan nu ook zo een stukje voorbij die rillijn. En hij ligt aan de bovenkant, ligt hij nu... ja, heeft hij net voldoende ruimte dat hij daar ook niet voorbij komt. Ik ga heel even met mijn hoofd in beeld. Tenminste, dat denk ik, dat ik nu met mijn hoofd in beeld ga. Ja, dat hij echt goed uitgelijnd is. En dan doe ik dus hier op dat driehoekje, doe ik zo een beetje tombal. Zo. En dan druk ik die zo naar beneden toe, dat hij hier dus vast komt te zitten. Nou, en dan ga je eventjes testen of die inderdaad nergens voorbij komt. Nou, ik zou zeggen, hij is perfect. Hij komt niet aan de onderkant. Oh, ik zal even in beeld. Kijk, zo heb je hem dan vastgeplakt. En dan ga je hem even testen gelijk of die niet hier aan de onderkant er voorbij komt. En of die hier niet voorbij de rillijn komt. Nou, ik zal dat eventjes... Kijk, jullie kunnen dat zo mooi zien als het goed is. Komt hier net zo'n zonnestraaltje binnen. Dus zo ziet dit er dan uit. Zo. Nou, dan laat je hem zo naar beneden gevouwen. Laat je hem eventjes liggen. Dan ga ik nu wel een glue dotje pakken. Want ja, dat acetaat, dat window sheet, ja, met tombal vind ik dat geen succes. Dus ik plak een glue dotje aan het linker uiteinde. Kijk, hier zit nu een glue dotje, kunnen jullie denk ik wel zien. Zo. En die plak ik dan hier zo op. En ik heb gisteren ontdekt dat je het hoekje niet voorbij je kaartkarton wil laten komen. Dus hier zo. Dit hoekje van je acetaatpapier, die moet dus niet voorbij je kaartkarton komen. Gebeurt dat wel met opplakken is ja, op zich niet heel erg, maar dan moet je het wel eventjes wegknippen. En probeer hem een beetje recht te plakken. Dus dat hij hier zo een beetje recht zit. Nou, dan gaan we, dat had ik misschien ook gelijk even kunnen doen. Ik ga nu eventjes op zoek in mijn etui naar een prikdoeltje. Want we gaan nog een glue dotje opplakken. En zorg dat hij mooi plat is. Die komt hier bovenop. Even kijken of ik dat op camera doe. Ja, die komt hier dus bovenop. Zo. En daar komt dan je walvis op. En dan is het ook weer zo. Dan moet je dus kijken dat hij hier niet voorbij komt. Dus je moet hem op zo'n manier, moet je hem hier nu op gaan plakken. Dat hij nergens voorbij komt. Dus hij moet, ik heb hem volgens mij gisteren ook een klein beetje schuin geplakt. Kijk, want nu zit hij hier aan de bovenkant. Komt hij er niet voorbij en aan de onderkant niet. Kijk, zo. Maar goed, dit zit een beetje los ook. Je zou ervoor kunnen kiezen om het met twee glue dotjes te doen. Dan beweegt hij iets minder.
Ik ga even kijken of ik hier nog een extra glue dotje onder kan krijgen. En dan een beetje recht. Zo, dat is misschien beter met twee glue dotjes. Dan heb je iets minder speling in je stukje window sheet. Ik ga nu weer even wat uitzoomen. Zoiets zaten we, denk ik. Nou, en dan kan dit dus weer terugvouwen. En even zien hoe ik dat dan ook alweer... Want deze die komt zo meteen hier. Ja. Voordat ik het jullie zo meteen verkeerd zeg. Dan vouw je deze. Die zit nou zo, zeg maar, hè, zoals we hem net op hebben geplakt. Deze die vouw je eventjes zo naar boven. Dat die eruit komt. En dan kun je dit flapje dicht gaan plakken. Dus hij is nu, zeg maar, zichtbaar op je kaart. Zo gaan we dit hoekje, die gaan we hier dan vastplakken. En dan gaat hij dus weer, als je hem invouwt, gaat hij naar binnen. En als je hem uittrekt, komt hij eruit. Dus ik vind het makkelijk om hier dan eventjes weer wat tombow te gebruiken. En zo. Nou, pas op, hè, dat je niet je walvis vastplakt. En dan is het gewoon hier netjes uitlijnen in het hoekje. Aan boven- en onderkant mooi uitlijnen. Ik pak hem altijd graag eventjes voor me. Nou, dan denk ik dat hij zo perfect zit. En dan is het eventjes goed aandrukken. Ik vind het makkelijk om dat met mijn boomfolder te doen. Ik denk dat jullie dat ook wel wat vaker gezien hebben. Nou, en dan is je kaart klaar. Nou, zoals je ziet, hij komt er niet boven of onderuit. Het is bij die andere is dat een beetje... Daar heb ik ook maar één glue dotje gebruikt. Ik denk dat hij hier gewoon nu echt wat stabieler in zit. Doordat je aan het begin die twee glue dotjes hebt gebruikt. Nou, en als je hem dan openvouwt, dan komt dus die walvis eruit. Superleuk, toch? Dat mensen dit al kunnen bedenken, hè? Ik vind het echt zo knap. Ik ben dus niet zo'n held. Nou ja, zo is de kaart eigenlijk al superleuk. En nou ja, dat dit er dan nog uitkomt, is helemaal top. Dus nou, dit was mijn projectje voor jullie voor vandaag. Een superleuke wiperkaart. Ja, zoals ze dat dan noemen. Als je het een leuk projectje vond, geef mij alsjeblieft een duimpje omhoog hier beneden. Dan weet ik dat ik dat het gewaardeerd wordt wat ik doe. En dat jullie het leuk vinden. En dat inspireert mij dan weer om door te gaan met het maken van filmpjes voor jullie. Ik vind het op het moment best een beetje een opgave. Ik ben een beetje moe de laatste tijd. En ja, dus het is voor mij, jullie hebben denk ik de laatste tijd ook wel gemerkt. Soms is een filmpje een dag later. Of soms vergeet ik het helemaal. Heb ik geen tijd gehad. Of... Ja, dat vind ik best vervelend. Maar ja, goed. Het is geen onwil. Maar ja, er gaat gewoon zoveel tijd in zitten. Het filmpje zelf is zo gemaakt. Maar ja, dan moet je nog foto's maken. Het filmpje bewerken. Foto's bewerken. Zorgen dat dat allemaal geüpload wordt naar YouTube. Dus ja, er gaat echt wel ongeveer 3 keer zoveel tijd in zitten. Op zijn minst dan dat het filmpje duurt. Misschien zelfs wel 4 keer zoveel. Ja, dus hou daar ook alsjeblieft, hou dat een beetje in je achterhoofd. Goed, wat ik zei, geef maar alsjeblieft een duimpje omhoog. Dan weet ik dat jullie het nog steeds waarderen en het leuk vinden dat ik dit toch weer voor jullie probeer te doen. Ik wens jullie voor nu nog een hele fijne dag. Ik wens jullie hele fijne paasdagen. Morgen en overmorgen is het natuurlijk Pasen. En ik hoop tot de volgende keer. Volgende week is het alweer tijd voor de Facebook-hop van het Lovely Stampers team. Dus mijn projectje zal dan zowel op Facebook te zien zijn als dat er hier dus weer een filmpje bij zit. Dus ik hoop tot dan. En zoals ik al zei, hele fijne dagen. Doei!